Ja, even wachten tot de opname begint hoor. Want soms begin ik te vroeg met praten en dan horen jullie de helft niet van het begin. Volgens mij is hij nu aan het beginnen. Dus ik begin maar even. En ik heb dus nu voor gekozen om er maar vier te doen. Want anders wordt die uitzending zo lang. Dus ik zit naar de klok te kijken. Het is nou op mijn klok 4:15. En dan mikken we zo ja, iets over 5 of zo. Hè? Niet te lang. Hè? Een beetje de aandachts. Er is een aandachtsboog. En die is niet zo heel lang. Voor mensen die niet depressief zijn. Als je lekker depressief bent, ja, dan denk je nu: kut, had hij maar een uitzending gemaakt van een uur? Kan ik lekker achterover liggen en luisteren naar zijn gewauwel? Maar ik probeer deze dus kort te houden. Gewoon te kijken of deze. En wat gebeurt hier allemaal? Wat een rare website. Dit is dus de Elsevier. Dan vliegt er allemaal van alles open. En jullie kunnen dat. Ja, ik heb een heel vervelend beeld, maar ik ga er nou niet aan lopen frommelen, want jullie zien het toch niet. Want er wordt anders geknipt dan wat ik nu naar zit te kijken. Maar is dat maar gewoon zo. En ik ga gewoon lekker even voorlezen. Ondanks alles blijft Europeaan in Europese Unie geloven. Dat is geschreven door Bauke Schram op 11 juli. Nee, het is volgens mij. Even kijken hoor. Dit is toch fucking Elsevier.nl? Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar dit is de effing Elsevier.nl. Ja, volgens mij staat dit bij jullie boven beeld. Ik zal het je gewoon even bewijzen. Dat we er geen ruzie over krijgen. Anders heb ik straks weer een strafproces in mijn broek of zo. Maar dit is dus mijn plain tekstverwerker. En daar staat toch echt dit. En dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. En dan ga ik nu. Ik krijg altijd alles van elkaar. Zaks. Ja, die moet ik hebben. En dat is de foute. Die moet ik hebben. Dan doe ik zo. En doe ik zo. En dan doe ik zo, 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 kun je het wel zien? Ik weet niet hoe groot ik het moet maken, hoor. Dat jullie. Misschien ben je wel net zo blindzichtig als ik. Maar hier staat toch echt .nl. En wat hier staat, dat is geen NL. Nee. Dat hebben ze dan wel goed gedaan dat in ieder geval de dag voor de maan staat. Want ook zo'n rare Angelsaksische gewoonte, dan gaan ze dus de maandaanduiding, die gaan ze eerst zeggen. Van hoe laat is het? Oh, zegt zo'n Engelsman. Het is juli. 23, 1600 uur. Of zoiets. In ieder geval, dat hebben ze nog goed gedaan. De Britten hebben gestemd om uit de Europese Unie te stappen. En dat korten ze af met EU. Alsof wij dat niet weten. Hè? Want ze hebben dus net hiervoor gezegd: EU. Dus dan moet je nu. Dat is een soort puzzel. Hè? Dus hier staat de Europese Unie. En dan weet je in ene. Oh! Ondanks alles blijft de Europeaan in de EU geloven. En wat is de EU? Oh, dat is de Europese Unie. Tussen haakjes EU. Te stappen. Maar de rest van het continent zit eigenlijk niet op een exit te wachten. Oh, is dat zo? Hoewel de Europeanen klaar zijn met de verdieping van Europese samenwerking. Zijn veel landen nog afhankelijk van de EU? Dat is mooi kloten. Dus de Italianen kunnen tegenwoordig hun eigen pizza niet meer bakken. Dus dan moet de EU die moet gaan bijspringen en die moet die naar Italië afreizen en zeggen: jongens, jullie zijn het helemaal vergeten hoe jullie moeders dat deden. Want een pizza, dat is armeluisvoedsel. Wat we tegenwoordig noemen. Mijn dochter had het al zo graag. Mac and cheese. Gewoon macaroni, kaas, een beetje olijfolie. En mik er maar wat in wat je lekker vindt. Ik zelf doe dan graag pepperoni erbij.
Maar heel veel landen die kunnen nog steeds hun eigen pizza niet bakken. En dat is mooi kut. Dus de EU. Nou weet ik het. Dus in Europa. Waren ze allemaal. Ja, ze konden, hadden echt. Ze waren als die laatste kampbewoners van Auschwitz. Gewoon geen cent te makken en niks te vreten. En toen is de EU. Die is dan gekomen om die landen die afhankelijk zijn van die dan toekomstige EU. Dus hij zei dan, hou, we gaan jullie redden. Nou, en de rest van het continent. Kijk, ik bevind mij op het continent. Het lijkt mij eigenlijk wel geinig. Flikker op, ik wil zelf ook uit de EU. Ik snap helemaal niet waarom ik in de EU zit. Kijk, ik ben iemand van, als je geen last hebt van mijn roken. Kijk, als je astmatisch bent of zo, ga ik niet bij jou, terwijl we samen in de Clio zitten en we moeten 3 uur naar België reizen, ga ik niet 10 van die zware checkies roken. Dat die auto helemaal blauw staat van de damp en jij maar hoesten en ik maar lachen. Nee, natuurlijk niet. Nee. En trouwens, waarom zou ik rijden onder het roken? Of roken onder het rijden? Als ik rook, dan zit ik het liefst stil. Ondanks de trots van Europese landen en hun unieke eigenschappen, hebben ze de capaciteit nog het verlangen om alleen verder te gaan. Sorry, maar ik lees deze tekst dus even. Ik wist dat het een geinige tekst was, maar dit is wel heel erg schandalig. Ondanks de trots van Europese landen en hun unieke eigenschappen, squeeze me. Welke eigenschappen zijn dat eigenlijk? En wat voor trots hebben we dan? Kijk, het was natuurlijk kloten dat al die Joden naar Auschwitz moesten. Maar voor ons was die Tweede Wereldoorlog ook niet zo gezellig. Wij hebben ook gewoon de doden langs de dijk zien liggen. Hebben ze de capaciteit, nog het verlangen om alleen verder te gaan? Dat schrijft Miguel Otero Iglesias. Dat was toch vroeger. Oh, dit is Otero Iglesias. Hij had ook zo'n van José Iglesias of zo. Die voetballer, die zong dan een mooi liedje. Een politiek analist aan het Elcano Royal Instituut. En dat is, lijkt mij. Ja, dat kan wel. Dus. Elcano Royal Instituto, moet je dan zeggen. Dat zal wel Spaans zijn. In Madrid voor Politico. Het tijdperk van onafhankelijke zelfstandige naties is al lang vergeten. Nou, ik ben dat tijdperk niet vergeten, meneer. Ik weet niet wat voor bevolkingsonderzoek die heeft gedaan. Of je denkt, nou, die Perry Winkel, die Franciscus Martinez eikel. Die stoppen we gewoon in een FEMA-kamp. En hij weet echt geen buskruid te maken van al dat kunstmest wat daar uiteindelijk ontstaat. Als de laatste gevangene helemaal weggerot is. En daar weet ik echt geen bom van te maken van al dat mest. Daar gaat hij gewoon vanuit. We stoppen Perry gewoon in een FEMA-kamp en. En dan gaan wij lekker zonder Perry door. Want Perry die vindt het namelijk best wel geinig dat toen hij geboren werd. Had je dus in Noord-Holland een hele andere cultuur dan in Friesland. En dankzij die fijne zijn al die verschillen weg. En om dan die cultuurverschillen aan te vullen, dan donderen ze allemaal mensen in uit Noord-Afrika. En Midden-Afrika. En onze broeders en zusters in Zuid-Afrika. Ja, die mogen ze daar lekker laten verrekken. Daar doen ze niks voor. En onze broeders en zusters in Amerika, die zijn er slechter af dan hier. Dacht ik. Weet ook niet helemaal zeker, maar. Niet altijd blij met EU. Dat betekent niet direct dat Europeanen blij zijn met de EU. Even kijken hoor. Er is een hoop onvrede over Brussel. Even wachten hoor. Niet altijd blij met EU. Oh ja, dat betekent niet direct dat Europeanen blij zijn met de EU. Ja precies, en wat dus? De conclusie.
was dat het tijdperk van onafhankelijke zelfstandige naties is allang vergeten. Dat concludeert hij. En dat dat tijdperk van onafhankelijke zelfstandige naties allang vergeten is, daarom betekent dat niet direct dat Europeanen blij zijn met de EU. Nee, vind het gek. Je moet eens kijken naar de middenstand hier in Arnhem, lul. Vroeger kon je hier in Arnhem gewoon caviar kopen. Ja, maar dat was wel erg luxe voor die arme Arnhemmers. Dat moest toch een keertje ophouden, hè? En die caviar, die, dat, nou ja, dat was niet echt, het was niet echt van de steur of zo. Maar het smaakte zo goed als hetzelfde. Het was niet echt nep caviar, alleen was van een ander soort vis die dan, ja, dat is dan geen steur. Maar het is wel caviar. Eet ze in Finland, eten ze er ook helemaal ziek aan, hoor. Gewoon een hele normale dis. Gewoon voorafje is gewoon eerst een mepje caviar. Lekkere dingetjes erbij. En dan een beetje zuur. Allemaal lekkere dingen. Wat doe je er allemaal bij? Een eitje kan ook heel goed, hè. Een gekookt eitje met caviar. Maar ga tegenwoordig maar eens in Arnhem op zoek naar caviar. Dat is weg. En ook gitaren kopen in Arnhem. Nou, dat gaat niet meer. Want dankzij de EU is het allemaal veel te ingewikkeld geworden, hoor. Over het hele continent winnen eurosceptische partijen aan populariteit en worden steeds meer referenda over de EU gehouden. Ja, we weten nog allemaal dat referendum, dat die Ieren, hè? Die Ieren mochten zo fijn stemmen over de EU. En toen zeiden die Ieren zeiden, nee, wij hoeven geen EU. En toen zei de EU, nou, misschien moeten jullie nog een keertje gaan stemmen. En toen hebben ze nog een keer gestemd en nog een keer gestemd. En op een gegeven moment, ja, dan viel dat paaltje aan de verkeerde kant. En toen zei de EU, zie je wel, jullie willen gewoon een EU. Dat Europese staten lid willen blijven van de EU heeft meer te maken met het feit dat veel landen nog steeds afhankelijk zijn van de EU. Wacht even, dat stond hier boven toch ook of wat? Ja, dat is gewoon een herhaling. Ze hebben de capaciteit, nog het verlangen om alleen verder te gaan. Dat is gewoon twee keer hetzelfde zeggen. En twee keer hetzelfde zeggen, dat heet gewoon liegen. He? Dus als jouw kind, hè, en die komt thuis. En dan vraag je aan het kind van waarom ben je zo laat? Want de mac and cheese is inmiddels al verpieterd. En dan gaat het kind wel lopen zeiken van, ik heb geen lekkere mac and cheese. Dus je wil weten waarom het kind zo laat is. Ja. Als je kind dan dubbel gaat praten. Dus je gaat twee keer achter elkaar hetzelfde zeggen. Terwijl je toch echt de eerste keer vroeg, je eerste keer heeft je kind gesproken. Dan stel jij een vraag. Dan krijg je weer precies hetzelfde antwoord. Ja, dan is er iemand aan het liegen. Ja, of jij zit niet goed te luisteren, dat kan natuurlijk ook. Maar als jij zeker weet dat jij een correcte vraag stelt aan je kind, en dat je toch echt mag weten waarom het pas om 6 uur thuis komt, terwijl het afgesproken was dat we om 5:30 zouden gaan eten, want meneer moest vroeg de deur uit vanwege de judo-les. Ja, dan heb jij dus om 4:15, heb je gewoon een macaroni erin gedonderd, en dan gaat het vuurtje eronder, en dan gaan we de kaas smelten. Maar dan moet meneer wel om 5:30 thuis zijn. En nu nog de mac and cheese opwarmen, ja, dat wordt niet meer zo lekker. Je hebt gewoon een vraag als ouder op dat moment. Dus die mag je gewoon stellen. Ja, en als je bullcrap te horen krijgt, namelijk dat meneer in een soort van, vroeger met die langspeelplaten had je dat. En dan viel die naald, die viel dan terug in dezelfde groef. En dan hoorde je gewoon hetzelfde stukje muziek als maar overnieuw. Dat heet liegen. En de Elsevier heeft dus iemand in dienst en die liegt. En dat hoef je de Elsevier niet te verwijten. Konden ze misschien ook niks aan doen. De Zuid-Europeanen zien de EU als een pilaar van democratische stabiliteit. Oh, oh, oh. Als, aldus Otero Iglesias. Landen in Noord, Oost en Centraal-Europa zijn afhankelijk van hun banden met Duitsland. Ook voor Frankrijk gaat dat op, beweert de analist. Even kijken hoor, dus wat zegt hij hier?
De Zuid-Europeanen, die hebben echt het idee van nou de EU, hè. Ah, er zijn natuurlijk ook in de gaten dat die president van die EU, en die, bijvoorbeeld die ene die toen als eerste kwam, dat was dus een Van Rompuy en die kwam uit België. En dat is een Jezuïet. En die Zuid-Europeanen die zien dus gewoon een Jezuïet naar boven komen. Die zegt, hallo, ik ben jullie baas. En die Zuid-Europeanen zagen dat als een pilaar van democratische stabiliteit. Ja, want dan ziet Van Rompuy, die ziet erop toe dat er allemaal democratisch gestemd wordt. Terwijl hij de baas is. En gewoon hele goede banden heeft die man ook. Hè? Maar volgens Otero Iglesias zien de Zuid-Europeanen het feit dat je een onverkozen president hebt als de pilaar van democratische stabiliteit. Nou, dat is één reden voor mij om te zeggen dat ik geen Europa wil zijn en geen Unie wil vormen met de lu die denken dat als er voor een pui ergens in een achterkamertjesoverleg gekozen wordt, dat het een democratische stabiliteit is, dan willen die Zuid-Europeanen dus kennelijk gewoon een dictatorschap. Dan mogen ze gewoon lekker gaan doen in Spanje. Oh, dan ga je naar Sicilië. Dan ga je daar knielen voor je dictator, lul. Maar ik heb helemaal geen gelijk. Maar dat is wat Otero Iglesias mij probeert wijs te maken. Dat Zuid-Europeanen, die zijn echt te stom om hun eigen anus te kunnen ruiken. Ech. Landen in Noordoost- en Centraal-Europa zijn afhankelijk van hun banden met Duitsland. Oké, okay, wat hebben we nou gehad? Dus het zuiden, dat is een, die zien op naar die Van Rompuy destijds. Want je hebt inmiddels een andere. En die, ik weet ook niet wie daarvoor gekozen heeft, maar hij heeft wel een betere garderobe dan ik. Ik ben momenteel zonder naaimachine en dat is voor mij vervelend. Daar heeft hij geen last van. Hij geeft gewoon ze pakken gewoon aan, weet ik veel, 5 minnaressen of zo. En anders wel een of andere assistent gratis van de paus. Maar goed, hij dus, hij heeft het hier dan over die Noord, Oost en Centraal. Daar hebben we toch bijna alles gehad, jongens. Noord, dus Zuid hebben we al gehad. Noord is nu Oost en Centraal. Oh, dan missen we nog het Westen. Ja. En die zijn allemaal afhankelijk van hun banden met Duitsland. Ja, Duitsland is overgenomen na de Tweede Wereldoorlog. Door die... Nee, ja. En niet te boos worden, Perry, houd vrolijk. Duitsland is onder de voet gelopen. Duitsland is bij de neus genomen. En uit pure woede. Dan ga ik het nu gewoon opzoeken. En dan beginnen we Duits. Bij de neus genomen. En dan vragen we hier om German. Ja. Hoe is dit op zijn Germans? Ah, nee, aan die nazeke vangen. Ik ga even... We gaan gewoon even voorzichtig beginnen. Gewoon het Duitse les krijg je er gewoon gratis bij van mij. Ja. Dat is allemaal geen probleem. Dit kopieer ik nog een keer voor alle zekerheid. En doen we zo... Neus. Die nazen is dat. Hè? En dan nemen we zo. Ja, dat is genomen. Oké. En dan bij de neus. Nee, dat kan niet in die nazen. Het moet toch aan die nazen zijn? Shit, hoe kom ik hier nou uit? Dat ga ik dus nou niet... Oh, dat wordt een andere taal. Maar dat is in ieder geval met die Duitsers gebeurd. En dan gaat hij ook nog zeggen... Ook voor Frankrijk gaat dat op. Oké, dus we hebben het nu allemaal gehad. Volgens die fijne analist, die Otero Iglesias... is dus qua Europa Noord, Oost en Centraal... Nou, dat kan je gewoon vergeten. Die zijn ook afhankelijk van banden met Duitsland. Nou, in Duitsland zit Angela Merkel, dus dat zit wel snor... En ook Frankrijk zijn we kwijt. Dus we hebben het wel even over. Spanje zijn we kwijt. Italië zijn we kwijt. Het is allemaal gek geworden. Sardinië is weg. Over Sicilië kan je gewoon ophouden. Nou, en dan Centraal-Europa. Dus Zwitserland, Oostenrijk.
helemaal afhankelijk. En, ja, en dan ook naar Frankrijk. Nou, en wat houden we dan over? Volgens mij België en Nederland. Want wij zijn namelijk te stom om van dit soort idioten Duitsers duivels te dansen. We zijn van eikels, man. Uit een zwart gat komen ze naar voren treden met hun papieren in de hand. En die man die heeft een laptop bij zich. En hij heeft dan allemaal van die ID-kaartjes, want niemand weet hoe het er echt uitziet. EU is een levensgevaar, ik mag het hopen. Teleurgesteld in Brussel. Maar het was toch zo dat die klojo's hadden verzonnen dat ze in Straatsburg zaten. Dat ze iets dachten van ja, Brussel, ja, kijk, ik wil wel een beetje een overheidsbaantje met goede frisse buitenlucht. En ik dacht dan zelf, als we nou het kabinet, de hele senaat, het parlement, als we iedereen die wat te vertellen heeft, hè, inclusief die ambtenaren. Dat is al één reden om uit de EU te willen, hè, dat je dat Frans niet meer wil horen. Maar goed, ik wil gewoon lekker heen en weer rijden. En dan wil ik goed verzorgde heen en weer rijden. Dat heet Straatsburg-Brussel. En nee, idioten, je zit alleen maar een beetje CO2 te vergassen om niks. Ga aan barbecue houden voor straatloze kinderen. Dan maak je ook CO2. Maar dat is tenminste leuk. Als jij een beetje heen en weer rijdt met je veiligheidsagent omdat je bang bent voor het feit dat ik wel eens een keer in de berm kon liggen. Met mijn vriendjes, die ik allemaal kan zien op mijn iPad. En het enige wat ik doe, ik schiet een merkteken op je auto. Meer niet, jongen. Ik krijg gewoon net als wat die Israëliërs. En die hebben ook moren, dat snappen jullie wel. Hè? Wat ze dan doen, is dus een klop-klop. Dus je krijgt gewoon een klop-klop op je auto. En dan moet je, ja, dan krijg je gewoon zoveel seconden. En dan is het rennen. En dan halen wij de... Niet een trekker over, maar dan gaat er een schakelaartje om. En dan is het drone gebeuren, poef, poef. Totaal automatisch. En we pakken je gewoon ergens in de buurt van boerderijen. Dan moet je daar maar klop, klop gaan doen met de deur. En dan moet je gewoon eerlijk vertellen wat er aan de hand is. Dan zeg je gewoon, ik ben van de EU. En ik ben mijn auto kwijt. Heeft u een glaasje water voor mij? En mag ik even bellen? Maar het is wel hollen op dat moment. Ook Nederlanders zijn teleurgesteld in de manier waarop Brussel omgaat met de toename in globalisatie en bijvoorbeeld de immigratiecrisis. Toch lijkt ook in Nederland de behoefte aan een nexit af te nemen. Nou heb ik niks van gemerkt. En wie is dit dan? Wie zegt het dan? Is dat alleen de Elsevier? Oh nee, dat blijkt bijvoorbeeld. Dus dat blijkt ook nog uit andere dingen. En Maurice de Hond. Kijk, een hond. Op zijn Latijn, dat is... Kaina, ik zal het even doen voor jullie. Weet je ook, dan krijg je ook lekker mooi Latijnles. Hond, dat is het Nederlandse. En dan gaan we hier naar. It's. Dat is dit. Canis. En wij kennen dat terug in het woord cynisme. En er is ook een hele beweging geweest. En dat waren cynici. Hondsmensen. En ik heb er niks mis mee dat Maurice een hondsmens wil zijn. Een cynicus wil zijn. Maar is dit wel waar? Maurice, de cynicus? Ja. Een kleine meerderheid van de gepeilde Nederlanders zegt tegen een nexit te stemmen als het wordt gevraagd in een referendum. Oké, en deze leugen, zien jullie die? Zien jullie hier de leugen? Ik geef je gewoon eventjes een paar minuten
om erover na te denken. Maar even nog kijken. Ik lees hem gewoon voor jullie nog een keer door en dan ga ik hem uitleggen. Een kleine meerderheid van de gepeilde Nederlanders zegt tegen een Nexit te stemmen als het wordt gevraagd in een referendum. En wat is dan hier het mysterie wat wordt opgeroepen? Dat is natuurlijk, maar wat nou als het niet wordt gevraagd in een referendum? Hieruit zou je kunnen opmaken. In principe is het mogelijk dat de meerderheid van Nederland gewoon onmiddellijk uit de EU wil. En gewoon lekker zelfstandig gaan worden. En we redden het wel met die Marokkanen die ons geschonken zijn door God. En die Turken kunnen er ook wel bij. Nou, als je die twee gewoon bij, dan moet je een beetje Sturiezussen flikkeren. Ja, Turken. Ja, Libiërs moet je. Je moet een heleboel gewoon samengooien in één grote melting pot. En dan noemen we gewoon de Buitenlanders. En dan redden we het zelf wel. En dan gaan we allemaal lekker op arbeidscontract. En dan moet je gewoon naar de landerijen toe. Moet je boeren gaan helpen. Of de vissers of whatever. Je gaat op de markt. Ga je gewoon rotzooi opruimen aan het einde van de dag. Maar dan redden we het zelf wel. Maar als er een referendum komt, dan durven we dat niet te zeggen. Ofwel, hè, wat staat hier nou? Dus alleen als er een referendum komt, dat is de leugen. Ook het verlangen naar een referendum over het onderwerp is afgenomen. Precies, er zijn dus heel veel mensen die dus zeggen van, ja, eigenlijk zou ik wel willen dat Nederland zelfstandig wordt, maar ja, er zijn zoveel stommelingen om me heen en die gaan voorstemmen. Wat is de boodschap? Wat is het verlangen naar een referendum? En als er een uittreden uit de EU zou ik per onmiddellijk willen voorstellen. We kunnen zelf echt goed genoeg voor onze kinderen zorgen en onze landbouwgronden kunnen we prima verbouwen. We hebben alle verstand van dijken. Wij zijn uitvoerder van eieren en kaas. We kunnen varkens houden. Noem het maar op. Wij hebben in principe geen hulp nodig van Marokkanen. We kunnen die Marokkanen wel dragen. Het lukt wel. Maar die stomme EU, die mag voor mij oprotten. En het punt met een Nexit is dat wij hebben een of ander, en dat hebben wij niet gedaan, maar er is namens ons een handtekening gezet onder een contract. En vanaf dat moment krijgen wij onze monetaire eenheid. Die wordt verschaft vanuit Brussel. Of Straatsburg of Basel. Ga er maar vanuit dat die lui uit Basel, die gaan regelmatig naar Brussel en gaan ze via Straatsburg, gaan ze weer terug naar Basel. En dan gaan ze ook nog naar die andere steden daar. En als je dan voor je gemeenschap, dan moet er overheidswerk gedaan worden. Dus er moet voor algemeen nut gepresteerd gaan worden. Dan heb je daar geld voor nodig uit het niets. Want dat geld moet besteed worden voor het algemene nut. En op het moment dat iemand zegt, oh, ik betaal wel voor het algemene nut, dan ben je mooi de lul. Want die is dan de eigenaar van het ding wat voor het algemene nut is. Dus die gaat gewoon dood in zijn bed. Lekker met een donzen kussentje en drie matresses die zitten te huilen aan zijn voeten. En zich af te vragen hoe het nu met hun verder moet. Dat is de enige reden waarom ze huilen. En dat is het slechte leven. En dat staat allemaal netjes in de Bijbel. En als wij dus al onze monetaire eenheden moeten lenen. Dat betekent dat wij dus devalueren in onze productie. In de waarde van de goederen
die zullen steeds goedkoper moeten worden. Want wij krijgen 1 miljoen euro uit Basel, maar de volgende maand moeten we 100.000 euro teruggeven. Nou, hoeveel euro heeft Nederland dan over? Nou, dat is 900.000 euro. En de maand daarna moet je weer 100.000 euro teruggeven. En zo daalt dus de waarde van je productie. En dat betekent dat iemand anders heel goedkoop van jou goederen kan afnemen. En dat is een trapwiel dat ze bedienen. En ze laten de euro stijgen, ze laten de euro dalen. En wij zijn afhankelijk van die euro. Ja, en als hun ergens bovenin de geldkraan dichtschroeven, dan merk je dat uiteindelijk onderin ook. Alleen dat duurt even. En dat doen ze rustig 20, 30, 40, 50 jaar over. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben ze iedereen een tientje gegeven. Daar doe je het maar mee. En omdat iedereen een tientje had en het allemaal gelijk was, ja, ging de economie weer, die startte gelijk weer op. Net als de brommer van een puisterige puber. Of mogen die tegenwoordig geen brommer meer rijden, omdat de overheid dat te onveilig vindt voor de dametjes die te langzaam oversteken met hun rollator. Zit die oude dametjes achterna met een stok en jaag ze aan de andere kant? Nee, natuurlijk niet. Maar die oude dametjes moeten er wel rekening mee houden. Niet die jongelingen in de weg rijden. Als je dan een botsing krijgt, ja, dat hoeft niet per se de schuld te zijn van die jongen. Ik heb ook de auto van een bejaarde aan flarden gereden. Dat is gewoon waar. Hij heeft een Volvo 343 en dat vind ik zelf een lelijke auto. Ik heb zelf die 4-serie gereden en die vond ik, nou ja, ik was niet echt trots op het bezit van die auto. En hij was donkergrijs. Ik dacht, dan valt hij in ieder geval niet op. Dus dan rij je weliswaar met een Volvo 4-serie over de snelweg. Maar je hebt een donkergrijze, dus niemand ziet je. Dus ik heb dus die auto van die bejaarde doormidden gereden met mijn Pontiac. Een Pontiac, en dat ding was LE of LS. Maar het was in ieder geval een loerenzware Amerikaanse auto. Met de radio, en in die tijd luisterde ik radio, en allemaal disc jockeys. En dan reed ik gewoon 30, 40.000 kilometer per jaar in mijn Pontiac. En dat gaat een keertje fout. En toen kwam ik die bejaarde tegen, en die heb ik gewoon zijn auto heb ik geraakt aan de rechter voorkant voor hem. Zij zat achter zijn stuur en van rechts kwam ik aanzetten. En hij beweerde gewoon bij hoog en bij laag tegen de politieagent dat hij mij niet aan had zien komen. En die politieagent zei dus tegen mij van ja, dit is een eenvoudige voorrangsregel overtredingsgebeuren. Dus jij hebt je nergens zorgen over te maken. Wij doen het papierwerk wel. Alleen ja, je auto is wel, daar kan je niet meer in rijden. Dat vinden wij niet goed. Dus, toen had ik dat probleem. Dus dat mijn auto niet meer kon rijden. En die was niet totaal los. Gewoon doordat ik van die bejaarde, ik heb hem dus gepakt gewoon ongeveer de hoogte van zijn voorwiel. Voorwielen, aan de rechterkant, daar het voorwiel, en dat had een enorme trekkracht. En toen heb ik gewoon het hele motorblok van zijn auto afgescheurd. Dat lag ook een paar meter verderop. En ja, ik was al een ettelijke seconde bezig lekker luisteren naar mijn ABS. Dan kan ik ook iedereen adviseren om een keertje naar de ABS te gaan luisteren. Ik kwam de heuvel afdenderen met een vaartje van 80. En toen zag ik die bejaarde een hele vreemde dansbeweging maken. En ik dacht, dit ga je niet menen. Kijk, dat iemand, terwijl ik er aankom, eventjes de weg denkt over te steken, dat vind ik prima. Maar dan moet je wel gas geven. En je moet niet als een slak vooruit gaan rijden. En dat deed hij wel. En toen knalde ik hem eraf. Je moet voor de rest gewoon erg oppassen. Maar al dat gedoe, al dat die betutteling, dat is helemaal nergens voor nodig. Heb ik niet nodig en dat heb jij ook niet nodig.
Want iedereen weet eigenlijk wel hoe hij zich moet gedragen. En dan knal je maar een keer de auto van een bejaarde in midden. Ja, dat is gewoon kut. En je eigen auto doet het niet meer. En dan gaat de politie gaat weg en dan sta je er in je eentje te wachten op het leasebedrijf. Zo zijn die, je leven bestaat eruit dat je allerlei dingen krijgt. En met die dingen moet je wat doen. En wat deze mensen van de EU doen, dat slaat helemaal nergens op. Want ik heb helemaal geen verzorgingsstaat nodig. Het enige wat ik nodig heb, dat is gewoon een eerlijk geldsysteem. En dat wat ik gedaan heb, dat het niet van me afgepikt wordt. Dan kan ik wel blijven werken. En de EU die heeft ons helemaal leeggezogen. Ze hebben allemaal rijke dingen lopen doen. En er wordt ontzettend veel. Er is drugsmisbruik bij de Europese Unie. En allerlei mannen zitten allemaal wijven te neuken op de place. Ben je een lekker ding en kan je blind typen? Of heb je een lekker kontje? En heb je allebei? Nou, dan zou ik het zeker doen. Solliciteren bij de EU. En gewoon onderaan beginnen. En je gewoon op je rug liggen en je gaat vanzelf verdieping naar verdieping omhoog. Nou, zo is het wel hoor. Je hoeft mij niet te vertellen dat ze in Brussel, dat ze daar zedig zijn. Want daar zijn ze niet. En het wordt misschien best wel moeilijk om ons te verlossen van deze EU. Het alternatief is dat we ons niet verlossen van de EU. Maar ga er maar vanuit, want al die EU-lui, die krijgen allemaal kinderen. En die willen allemaal een baantje bij de EU. Je kan eens gaan kijken hoe het afgelopen is in Saoedi-Arabië. Waar al die prinsen mogen delen in de werelden van papa. Hoe lang houdt een volk dat vol? En ik zie dat ik tegen de 1722 aanga. Dus ik ga dit noemen mijn volgende nieuwsuitzending. En die heette, ik heb nog maar één blad, ja, dit is 38... Dan ga ik zo dadelijk beginnen met 39. Want ik heb hier nog weduwe Joustra Berenburg staan. Die ik ontzettend goedkoop gekocht heb. En die kassière, er was een kleurlinge. En die wilde er nog een papiertje omheen doen. En toen zei ik streng tegen haar. Nu, ik wil geen papiertje om mijn fles weduwe Joustra Berenburg van 1 liter, die gezien gesproken wat erin zit, het goedkoopste is wat hier in uw establishment staat. En toen zei ik geruststellend achter, ik heb namelijk een tas bij me. Dus die fles heb ik gewoon in mijn tas gestopt. En lekker naar de kroeg gegaan. Kijk, het leven is, ik ben niet al te vrolijk of zo, maar ik ben het wel. Want jullie kunnen dat ook gaan doen. En Boeddha die noemde dat onthechting. Maar dat is een oud begrip. Maar misschien dat jullie ook net als ik traag van begrip zijn. Zou kunnen. Nou, dus ik sluit deze af met een harte klop. En ik hoop dat ik aankwam.